van ons. Ah, oh, dit is zo schattig. Toen is Jas gekomen en toen hebben ze er gekocht. Wat horseleitjes, zoals je kan zien. Die... Je moet in de appel bijten, niet in hem bijten. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Je zal het waarschijnlijk niet aan het licht merken. Maar het is nog ongeveer 6:15 ochtends. We gaan weer lekker douwtrappen. En we hebben vandaag iemand te gast. Dit is Janne. Ze komt helemaal uit België. Ze heeft hier zelfs een hotelovernachting gedaan. We hadden oorspronkelijk vandaag met Janne al heel lang een dagje op stal gepland staan. Nog zelfs voordat we dit YouTube weekje op deze datum zeg maar gepland hadden staan. Dus toen was het eigenlijk de keuze aan Janne. Want we konden echt geen andere datum eigenlijk. Van oké, we gaan het of verzetten. Of je komt gezellig hierheen. Dus ze heeft ervoor gekozen om gezellig hierheen te kunnen. Dus ze heeft best wel een luxe positie dat zij gewoon hier op YouTube weekje mag langskomen. Ze was er al toen ze sliep. Spriet, doe ze was er al toen ze nog sliep, ja. Normaal gesproken zou ze een dagje op stal meedoen. Maar ja, qua planning gaan we douwtrappen. Dus we gaan lekker een buitenritje doen. En dan gaan we daarna nog naar stal toe voor een rondleiding. Want ook we willen even bij het veulen van Jasmijn kijken. Maar we gaan nu eerst even buiten rijden. Wij zijn terug van de buitenrit. Waar ben je? Wat vond je ervan? Leuk. Ja, was maar... Nee, één keer ging er een klein beetje van door, hè? De rest was hij wel bezig. Ja, de paden zijn hier even net wat anders. Dus we moeten even net wat anders draven en galopperen. Dus Mar was er volgens mij op een gegeven moment een beetje klaar mee. Mar dacht, ik wil gewoon galopperen nu. En toen zag hij een mooi rechtpad, maar die ging wel naar beneden. Toen dacht hij, nou ik ga, joehoe. Maar toen had ze hem gelukkig, na 10 meter had ze hem gewoon weer. We hebben paarden even lekker afgespoten. Nu krijgen ze hun ontbijtje. Het is altijd lastig als je zo vroeg gaat douwtrappen. Van ja, moet je dan hun ontbijt ervoor geven of daarna geven? Maar we doen altijd maar gewoon daarna. In principe hebben ze natuurlijk gewoon heel de nacht ook gras gegeten. Op hun slaperige uurtjes na. Oh, even lekker eten. Wij gaan nog even de laatste spulletjes opruimen. En dan gaan we ook zelf ontbijten. Hoe cute we de tafel hebben gedekt. Dat hebben we nog nooit gedaan. Nee, wel. Lisa, had je er nog eieren gemaakt dat zij er ook eentje kon nemen? Ja. Super. Oh, wat warm. Kom. Peperig ook? Nee. Wij zijn onderweg naar de stal van Vee. Nee. En we gaan kijken bij Alexia, mijn toekomstige veulentje. Nou, niet jouw toekomstige veulen, hij is toch alweer. Helemaal niet dat. Oh. In de vlog. Dat doen we bij aflevering als ze nog leeft. Dat doen we bij aflevering. Goeie, wij zijn aangekomen op stal en we zitten hier met z'n allen. Gaan we even een paar veulentjes knuffelen. Kijk, dit is. Jasmijn heeft dus, ik heb het volgens mij al zo van half verteld, maar Jasmijn heeft dus een veulentje bij ons gekocht. Jasmijn, vertel waarom je een veulentje bij ons hebt gekocht. Omdat we zelf ook een merrieveulen hebben en dan kunnen ze de komende 3 jaar lekker samen. Hij rent weg. Lekker samen de opvocht staan. Lekker samen spelen bij ons thuis, ja. En opgroeien. Jas had dus een
twee hengstveulens en een merrieveulen. Maar alle twee de hengstveulens gaan al erg gans in de opfok. En Astrid heeft dus ook twee hengstveulens en één merrieveulen. Dus ze hebben allebei zeg maar één merrieveulen. Dus Jas wilde heel graag een Wels deponietje ergens vandaan halen. Dus toen zei ze, Vlien, jouw stal-eigenaresse die fokt toch Welsponies? Toen zei ik, ja. Toen zei ik tegen Astrid, heb je nog toevallig een merrie? Ah. En toen zei ze, nou, er moet er nog precies eentje geboren worden. Dus was dat nou deze toen? Ja. Ja, was toen deze, werd als merrie geboren. En toen is Jas gekomen en toen hebben ze haar gekocht. Dat is superleuk. Wanneer mag je mee? En ze komt er waarschijnlijk brengen in oktober. Ja, zetten. En hij lijkt dus bruin. Hij is ook bruin, maar hij wordt dus grijs. Hij wordt net zo wit als zijn mami. Schattig. Zo cute. Anja en Maurice. Ja, ja, leuk. Die kennen. Dat zijn hele goede vrienden van ons. Oh, leuk. Grappig. Ja. En een kennisje van mij die heeft hier in Lund. Zo cute. Een hele grote... We hebben de paarden even een extra stukje groen gras bijgegeven. We hebben zeg maar het draagje ongeveer 5 meter opgeschoven. Dat mocht gelukkig. Maar kijk, Olympus is echt een verrader. Hij staat nu gewoon bij Merel en mijn kootje. En Marston is eentje. De paarden hebben dus, als je het kan zien door mijn schaduw, wat horseleitjes. Zoals je kan zien, die gele stipjes hebben ze op hun knietjes zitten. Jong, even lief doen samen, Oliebol. Oliebol heeft er dus echt best wel veer. Kom eens even een stukje naar achter. Oh, die vliegen zijn hier niet normaal. Kijk, Oliebol heeft er dus echt heel veel zitten. Dus die gaan we er even afhalen met zo'n schuurdingetje. Zo, en we hebben ze allebei lekker afgespoten. Oh, er komt een Freek achter me aan. Oh, moet je niet even rollen? Dat is Martje daar. Jullie zien er erg intelligent uit. Die vliegen, jongens, zijn trouwens niet normaal te doen hier. En geen enkele vliegensprays meer tegenop gewassen. In het begin werkte het nog wel goed, maar het zijn er echt te veel. En volgens mij zijn die beesten ondertussen immuun geworden voor alle soorten vliegenspray die we hier hebben. Beetje jammer. Lassie is Freekje aan het afspuiten. Die hebben we net gegeten. En volgens mij ging K gaat Shaki vangen. Of Isa gaat proberen Shaki vangen. Want Shaki die gaat naar huis toe. Want Karin gaat vanavond al naar huis toe. Ja. Tot de volgende. Ja, oh, je bent helemaal nat. Ja, ik heb mezelf soort van nat geprongen. Ah, Shaki. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Niet de trailer vergeten. Ja, tot zaterdag. Lekker plakken. 3 dagen bijkomen van ons en dan zie je ons weer. Ja. Jongens, wat gaan we doen? Appel met Freek en Cas. We hebben het dus al vanmiddag eerder gedaan en het was echt fantastisch, maar toen hadden we de camera niet bij, dus we gaan het nu nog een keer doen. Freek was er niet zo goed in. Hallo, aandacht voor de waterbak, Cas. Boos. Ja, Freek wordt echt boos omdat hij ze niet te pakken krijgt. Cas snapt het niet zo goed. Help jij eens even, vriend. Oh, makker. Makker. Ah, daar is hij weer. Freek wordt echt zagrijnig hiervan. Ja, maar Cas zit echt heel zijn hoofd erin net. Kijk, Kas, kijk, ik laat het wel even zien. Freek laat het ook gewoon niet doen. Dat Cas net. Maar Freek, jij bent er slecht in. Echt, hè? Kijk, nu is het mijn beurt. Hallo, doe eens even met je lief. Ja, net al. Je moet in de appel bijten, niet in hem bijten. Ja. Goed zo, bijt hem maar terug. Hoe ruzie veroorzaakt het mega. Ik wil naar appel. Cassie gaat nu naast de appel. Oh. Ja, ja, bijna. Goed, jongens, jullie kunnen dit. Ging hem dat beter? Ja. Nou nee, het duurde even. Ze moet even opwarmen. En net werd ze kat denk ik. Ja, jij hebt hem. Is het lekker? Oh, ja. Oh, gooi hem terug erin. Gooi hem terug. Oh, dat zag ik in de zielig. Nou, dan moet ik gewoon eruit pakken. Ja, ja, ja. Gooien. Oh, Freaky. Hallo, Freek. Ik gooi de spot uit. Ja! Maar net gooi je weer de helft terug. Dus Freek denkt, dat moet ik ook kunnen. Hij doet eigenlijk braaf eerst even een hapje ervan nemen. Ja, dan ga je dat pakken. Smiegel. Meelift op Smiegel. Oh, ze staat op Kaspers voet. Proeft hij nu iets? Nee, oh ja. Oh mijn god. Freek staat op Kaspers voet. Niet omgooien, Freekje. Dat zou wel een zonne tactiek zijn trouwens. Dat zou een zonne tactiek zijn. Ja, eerst leek het alsof ze eerst alles wilde opdrinken. Hij wordt echt zagrijnig van. Hij heeft niet zoveel gedeeld, hij is nog een baby. Dat niet kan, Freek. Daar gaat Kasper. Voor de winst. Oh, Kas! Kas! Bitch. Dit is toch leuk jongens, hier kan je toch gewoon een uur naar kijken. We staan hier ook al met z'n allen, alsof het echt moe komt. Nee, alsof het echt... Hoe mensen naar hanen of hondengevechten kunnen kijken, kijken wij naar... Heel hanen of hondengevechten. Oh, hanengevechten.
Kijk, wij naar haar laten vlechten. Kijk, Casper, wow! Hij zat echt te snorkelen. Oh, en hij zit er mee. Let, ik geef hem niet eens meer een kans. Maar samen, Ik snap het toch niet. Kas denkt, laat mij maar. Kas! Hey, ja! Die is er al een keer. Ja, hij is al op. Nee, hij kan hem niet in één keer eten. Oh, ja. Hey, pak hem, snel! Pak hem! Gaat hij uit zijn mond eten? Hier, baby. Yay! Troostprijs! Eet smakelijk, poepjes! Eet smakelijk! Goedenavond! Wij zijn gezellig foto's aan het maken in het weiland. We hebben daar model staan. Ik heb hier een vliegjes mee gepakt. We hebben daar twee fotografen. We hebben daar even twee wachtenden. Ze zijn eigenlijk allemaal geweest. Maar de zon die moet nog op zijn mooist komen. Ik heb een jurkje aan van Naked, voor als jullie het je afvragen. En ik heb even een vliegspray voor onze Edessa, want die heeft heel veel last van de mug van de beestjes. En we hebben op mijn telefoon, oh, Casper staat op zijn touw, dat is niet handig. Domme drol. Kijk, we hebben dus de paardenhinnik app, heet Horse Sounds. En dan doe je zo, allemaal heb je allemaal nummertjes. Dat zijn er 3. En dan proberen we zo. Dat is leuk uit. Maar elk paard is eigenlijk vooral geïnteresseerd in het lange gras hier. Omdat het gras hier super lang is. Vergeleken met het gras waar ze natuurlijk op staan. Dus ja, we gaan even gezellig verder met foto's maken. Dit is niet het beste licht wat ik ooit gehad heb. Maar het is, wat zal het zijn, 11:30 of zo. We hebben avond gegeten. Nou, we hebben natuurlijk die foto's gemaakt, dat hebben jullie als laatst gezien. Daarna hebben we nog lekker buiten gezeten. We hebben nog eventjes naar vallende sterren gekeken. Op een of andere manier is het altijd... Met YouTube week is altijd wel redelijk rond dezelfde tijd. Een beetje tweede week van augustus zoiets. En ook altijd is er dan vallende sterren. Volgens mij is er wel een bepaalde naam voor met welke meteorieten of weet ik het, welke voorbij komen. Dus we hebben nog even naar sterren gekeken. En ik heb 1 vallende ster gezien, dus dat is heel erg leuk. En we hebben altijd dat we dan van die heerlijk oude amazing nummers zoals The Climb van Miley Cyrus of Love Story van Taylor Swift of Fireflies van All City. Echt van, ja, uit onze tijd, zeg maar. Gaan we zingen. Dat is echt super gezellig. Ik heb nog een paar werkdingetjes gedaan. Videoboodschappen opgenomen. En nog even voor het boek wat dingetjes naar mijn zus doorgestuurd. Want die gaat die tekeningen natuurlijk maken. Dus we gaan nu lekker slapen. Want we gaan morgen de laatste douwtraprit doen. Ik zou eerst in Zandje niet meegaan. Maar eigenlijk, ja, is het ook wel weer leuk om wel mee te gaan. Omdat we nu... Ik heb eigenlijk alleen maar korte ritjes met de paarden gedaan. En ja, niet echt zeg maar lekker kunnen galopperen. En ik denk dat Marley dat wel heel graag wil. Dus we gaan morgen wel gewoon mee met het lange ritje. Dat we dan ook nog even lekker kunnen gaan galopperen. En dan blijft Olympus gewoon lekker thuis. Dus ja, dat was het eigenlijk. Ik hoop dat jullie deze video weer leuk vonden. En ik zie jullie morgen weer bij de laatste dag.